In het kader van het Europese Jaar van het Brein en Brain Awareness Week presenteert wetenschapsjournalist Mark Miras zijn nieuwe boek Heftige Hersens. Met behulp van dit boek kunnen de ouders zien wat er zich afspeelt in de hoofden van hun tieners. Afgelopen maandag vond in het Factorium de boekrelease van Heftige Hersens plaats. Het boek gaat over pubers en wat er zoal omgaat in hun brein. Dit laten de bedenkers op een speelse wijze zien met behulp van vele illustraties. Ik probeer alle kennis die in wetenschappelijke artikelen wordt neergeschreven te vertalen naar mensen die daar in de praktijk iets mee hebben. En dat zijn tieners en hun ouders zijn natuurlijk wel de eerste aangewezenen. Want er gebeurt zo ongelooflijk veel in die tienerhersenen en er is zo ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Het is zonde om die kennis te laten liggen. En in straattaal, in lekentaal, dat wij het ook kunnen begrijpen. Ja, we hebben gezocht naar een vorm die voor ons gevoel aansluit bij de belevingswereld van tieners. En tieners zijn natuurlijk heel visueel ingesteld. En ja, vandaar het idee om samen... We noemen de graphic novel inderdaad een beetje als het associatief vermogen van het brein. Je kijkt in plaatjes en beelden. Wat je niet hoeft te zeggen en kan tekenen, komt veel sneller binnen. Zegt alles. Dus ik zit midden tussen de pubers. Ik niet. Maar ik teken veel over pubers. Vind ik even genoeg voorlopig. Je ziet ook om je heen dat het... Dat ontzettend geworsteld wordt met tieners. Ouders weten niet hoe ze met tieners moeten omgaan. En tieners weten vaak niet hoe ze met ouders moeten omgaan. Dat geeft ontzettend veel gedoe. En ontzettend veel geharwar. En ook veel pijn en ellende. Wij zeiden tegen elkaar, we willen eigenlijk een boek maken. Wat we zelf hadden willen hebben toen we 12, 13 waren. En dat is zover als met ons gelukt. Het valt ons ongelooflijk mee. We zijn heel blij om te zien dat tieners het boek ontzettend leuk vinden. En dat ze het vaak van kaf tot kaf lezen. Dat wil voor een tiener heel wat zeggen. En dat ze er vooral ook mee aan de slag gaan. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen niet... Ja, het is geen feitjesboek. Het is geen weetjesboek. Het is echt een boek waar je wat aan hebt van... Ik zit in een situatie. Hoe reageer ik? En zo weinig mogelijk belerende vinger. Er komt geen continu meneer langs die zegt... Jongelui, zo zit het. Het is echt gewoon voor en door, zou ik bijna zeggen, die kinderen. We willen heel graag om niet over de schouders van tieners heen met dat tienerbrein bezig zijn, maar samen met die tieners en hun ouders erover praten. En dat is ook gelukt naar aanleiding van de voorstelling die we gegeven hebben, naar aanleiding van het boek. Je hoort dat er heel veel aan de avondmaaltijd over gepraat wordt. En ik denk dat je daarmee echt verder komt. Dus we hebben geprobeerd de generatiekloof dicht te tekenen.